Het monstermeisje Molly en haar vriendje Edison beleven een nieuw groot avontuur in een echte bioscoopfilm. Gently. Molly krijgt in de film een broertje of een zusje. I'm going to have a little monster sister to play with. Or little monster brother. Oh. Ted Seeger is schrijver en animator. Hij komt uit Zwitserland en heeft meer dan 4 jaar aan de film gewerkt, samen met zijn team. Samen met de regisseurs Matthias Brunn en Michael Ekblad maakte hij de film. Ze kunnen goed samenwerken, omdat ze elkaar al jaren kennen. Ze maakten de film niet alleen. Heel veel mensen uit verschillende landen hebben aan Molly Monster gewerkt. In Duitsland en Zwitserland zijn ze begonnen met de film. Daarna duurt het nog jaren om de film verder uit te werken. Die stelle daar, die is besonders gelopen. Het is een ablaufen aan de stelle. Hoog springt. Animatiefilms maken is een specialisme. Het kost veel energie en tijd om alles te tekenen. Als je de film kijkt, zie je ongeveer 100.000 tekeningen voorbij komen. Daar komen dan ook nog eens de tekeningen bij die niet in de film komen, maar die gebruikt worden als voorbeeld voor gezichtsuitdrukkingen of achtergronden. Dat zijn er nog eens ongeveer 40.000. Samen waren er voor deze film dus 140.000 tekeningen nodig. Wie tekenen al die 140.000 tekeningen? Nadat de basis in Europa is getekend, wordt de rest helemaal in Taiwan gemaakt. Ted Seeger is vader van 2 kinderen en ook opa. Hij is al meer dan 30 jaar animator en is in Europa één van de beste. Hij voelt zich helemaal in zijn element wanneer hij instructies geeft aan zijn team. Dit zijn echte Ted Seeger ogen. En dit is Edison. Dit zijn niet de wenkbrauwen. Met deze lijnen is iemand, zelfs als hij lacht, een beetje verdrietig. Na een goede uitleg worden de tekeningen in Taiwan getekend. Door stilstaande beelden snel achter elkaar af te spelen, lijkt het alsof ze bewegen. Voor 1 seconde heb je 24 tekeningen nodig. We are the Squabble Brothers, 'cause that's what we do. We like a good old squabble, how about you? We squabble for fun. We squabble for fun. Hey there, Molly, my name is Thump. Leave off, brother, my name is Bump. I'll take her across. No, I'll take her across. I said it's my turn to go. Oh, no, it's not. Oh, yes, it is. I said not, not, not. I'll take her across. No, I'll take her across. Can you stop squabbling, please? I don't care who takes me across. We squabble here, we squabble there. We like to squabble everywhere. 'Cause I squabble. You squabble. Hey, we squabble for fun. We are the Squabble Brothers, that's what we do. We like a good old squabble. How about you? We squabble for fun. We squabble for fun. Now can you take me across? De film komt niet alleen tot leven door de mooie tekeningen, maar ook door de prachtige muziek.
die in een kerk in Zwitserland is ingespeeld. Annette Fox is een bekende componiste en dirigente die al veel prijzen heeft gewonnen. Zij heeft de muziek voor de film geschreven en gedirigeerd. De vele inspanningen, creativiteit, kennis en gedrevenheid is terug te zien in het prachtige eindresultaat. Island. Nice. But where are the eggs? Na het inspelen in de kerk wordt de muziek in een studio verder afgemaakt. Het duurt 10 dagen om alles precies zo te laten klinken als de bedoeling is. De film is eindelijk klaar. Vanaf nu kunnen mensen van over de hele wereld de film gaan zien. Molly, what do we do now? We sit quietly and wait. I think we made it, dear. I'm very proud of us. We sit quietly and wait. Shh. Medicine. Monster, my best, best, best friend. Get right up and find your toes. This is the end of the show. Stick your fingers up your noses. Band to seven, up you go. Dankeschön.